Vandaag hebben Giel en ik extra lange gereedschap. Ik geloof me, dat ziet er heel erg apart uit. Wij moeten in ieder geval proberen om zo goed mogelijk gereedschap te maken. En daarna moeten we Giel en ik weer vechten tegen elkaar. Kijk eens, oh, dit ik pak er even een paar, hoor. Je pakt bijna alles. Oké, dan pak ik de... Oh nee, ik wil wat fakkels. Ik heb hier ook een boek gekregen. Nou, dat is niet interessant. Maar Saltino, we gaan gewoon zo goed mogelijk proberen te worden. Jij hebt de armor gepakt. Ja, ik heb alles gepakt. Luister, jij hebt het zwaard al gepakt. Kijk hoe lang dit zwaard is. Bro. Mijn god. Dit ziet er toch niet uit, maat. Dit is toch... Ja, maar je kan wel vanaf superver al iemand raken ook. Spaar me. Nou, Saltino, we krijgen 15 minuten de tijd om zo goed mogelijke dingen te craften. En daarna gaan we het tegen elkaar opnemen. Is dat duidelijk? Ja, dat is altijd duidelijk geweest. Kijk mijn schild. Het lijkt net alsof je achter een tafel zit te verstoppen. Ja, echt, hè? Oké, nou, doei. Oh, mijn god. Doei. Hey, succes, hè? Ja, jij ook. Rustig aan. Ik ga naar boven, jij naar beneden. Doei. Doei. Oké, lieve mensen. Dit ziet er oprecht gewoon heel erg raar uit. Kijk hoe groot dit ding is. Ik kan niet eens de bovenkant van de pickaxe zien. Maar wij moeten dus proberen om onze tool tot aan diamonds te krijgen. Nou, wordt het dus best wel lastig. Maar het moet zeker goed komen. We hebben tenminste al armor. Dus mobs hoef ik zeker geen zorgen over te maken. Alleen, we zijn hier wel beland in een gigantisch kasteel. Oké, hoe ver moeten we nog naar beneden toe? Oké, we kunnen gewoon letterlijk hier zo naar beneden. Eens even kijken. We moeten natuurlijk een gameplan hebben. Want het is allemaal leuk en aardig dat onze tools wel zo groot... Kijk hoe lang dit is dan. Maar dat onze tools dus zo groot zijn. Maar dat betekent nog niet dat ze heel veel sterker zijn, volgens mij. Ik weet ook niet waarom ik echt 32 kisten mee heb. Dat slaat ook weer helemaal nergens op. Oké, eens even kijken. We gaan gewoon een beetje hardcore parkour hier zo naar beneden. En ik denk dat ik dan al best wel vroeg ga beginnen met graven. Eens even kijken. Giel heeft de ex meegenomen. Oké, dit gaat dan eventjes nog wel wat langer duren. Maakt niet uit. Ik heb oprecht vandaag het gevoel dat wij vandaag namelijk gaan winnen. Zo, even kijken. Dan gaan we een mokerlange ex maken. Ja, dit is echt... Kijk dit dan. Loop ik met zo'n ding, loop ik gewoon dit zo... Ik kom volgens mij wel wat verder, als ik het goed heb. Of ben ik nou helemaal gek? Weet je wat? We gaan het gewoon proberen. Ik kom oprecht... Oh, maar dit is super handig. Kijk hoe hoog ik kan hakken. Oké, eens even kijken. Dan hebben we wel wat hout mee. Wacht, dit is toch niet alle hout dat ik mee heb? Dit is wel al het hout wat we hebben. Oh, daar ligt nog wat. Zo, dan nemen we dit mee. Nemen onze crafting table weer mee. En dan gaan we gewoon direct voor het steen. Dus ik weet niet of dit steen is. Is dit steen? Het ziet er niet uit als steen. Het is wol. Wat? Mijn brein. Oké, dus de bergen zijn dus van wol gemaakt. Ja, dat is niet heel erg verstandig. Maar ja, des te meer reden dus om gewoon direct naar beneden te gaan graven. We gaan ook gewoon meteen direct naar beneden graven. Ik heb geen eten nodig. Ik heb verder eigenlijk helemaal niks nodig. Zo, toch nog even wat extra hout. Oké, direct naar beneden. Dit is volgens mij wel steen, hoop ik, toch? Dit ziet er meer uit als steen. Kijk, hoppa. Kijk, en dan gaan we ook meteen niet twijfelen. We gaan gewoon meteen een stenen pickaxe maken. Zo, upgradeje erbij. Dan gaan we deze eventjes weer weghakken. En dan gewoon direct naar beneden. Ik moet haasten. We hebben ook maar ongeveer 10 minuten de tijd. Is niet heel erg gek veel tijd. En Giel is letterlijk dood. Hoe kan deze man al dood zijn gevallen? Nou ja, maakt niet uit. Wij concentreren op onszelf. En het enige wat ik nu heel graag zou willen... is iron tegenkomen. En dat komen we volgens mij nu tegen. Oké, nu gaan we iron tegenkomen. Oké, we gaan geen iron tegenkomen. Ik ben oprecht benieuwd naar de reden waarom Giel dus naar beneden is gevallen. Het lijkt mij niet dat hij zo klunzig is dat hij van een berg afvalt. Het lijkt mij ook niet dat hij per direct naar beneden gaat. Ja, ofwel, het blijft Giel. Maar ik ben nog steeds geen iron tegengekomen. Kijk, dat is dus eigenlijk best wel een beetje balen. Want ik had ongeveer nu wel gepland dat ik iron tegen zou zijn gekomen. En even, als ik goed kan... We zijn al bij bed. Hè? Zo dicht... Huh? Maar zo diep hebben wij toch nog niet gegraven? Kan ik überhaupt wel iron vinden? Oké, het duurt wel echt heel erg lang voordat we iron vinden. Maar pickaxe is ook gewoon bijna op. Ik had oprecht verwacht dat we nu wel iron hadden gevonden. Oh, iron. Oké, let's go. Okay, gelukkig, want mijn pickaxe is ook echt bijna kapot. Oké, eens even kijken. We hebben er 4. Dat is genoeg, gelukkig. Oké, want we hebben echt alleen maar een pickaxe nodig. Ik zal denk ik geen zwaar nodig hebben. Ik verwacht dat we nog diamonds vinden. Furniture maken. En het valt me trouwens ook al op, want dat is ook weer een dingetje. We hebben ook nog geen kool gevonden. Ik zeg jullie één ding. Het is wel heel erg lastig om in deze wereld kool en iron te vinden. Dus ik hoop oprecht dat we gewoon diamonds kunnen vinden. Want anders moet ik het met stenen tools doen. Trouwens, over stenen tools gesproken. Ik ga wel alvast even een steen zwaardje maken. Voor het geval dat. Ik moet nog steeds lachen hoe belachelijk dit er allemaal uitziet, maat. Oké, zo. Dan maken we ook maar meteen gewoon een steen schepje. Waarom ook niet? Kijk, dan kunnen we een beetje gaan upgraden. Zo. Kijk, dan hebben we dit van steen. En dan, ja, deze kunnen we in principe ook wel wegdoen. Dan maken we onze iron pickaxe. Is even...
niet. Oh, dan moet ik wel stokken hebben. Zo, kijk, dan hebben we tenminste onze iron pickaxe. Nou is ons volgende doel dus diamonds vinden. En ik denk nogmaals oprecht dat het echt heel erg lastig gaat worden. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Druk dan even op dat abonneerknopje hier beneden. Laat even een blauw duimpje achter. En vergeet me natuurlijk niet te volgen op Instagram. @tinosanchez_. Doe het even. Oké, we hebben nu een cave. Oh, ontdekt. Oh, nee. Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg. Please, ga weg. Ik wil niet dood. Zo, hoppa. Jezus, ik schrik me dood, man. Ik had niet verwacht dat we een cave zouden vinden. Maar we hebben wel een cave gevonden. Wat is dit voor spul? Wat hebben we allemaal gekregen hier? Dit is allemaal beton. Nou, hebben we dus een klein caveje ontdekt. Maar er is gewoon geen iron en geen coal te vinden. Trouwens, coal maakt niet eens uit. Ik wil gewoon iron en, nou ja, eigenlijk hopelijk diamanten vinden. Hallo, diamonds. Waar zijn jullie? Oké, we hebben iron nog. Oké, mooi. Want dan kunnen we tenminste een zwaard maken. Hopelijk. Want volgens mij, hoeveel hebben we? We hebben er eentje. Oké, ik had er eigenlijk in principe nog maar één nodig. Maar dit is wel echt wel lekker om dit te hebben. Nog meer. Kijk, dit is echt top. Oh, misschien kunnen we hier zelfs nu nog armor van maken. Kijk, nogmaals. Dit is allemaal heel leuk. Maar dit gaat niet helpen tegen Giel. Ik ben oprecht benieuwd of Giel al diamonds heeft gevonden. Want ik heb ze niet gevonden. Oké, ik heb intussen dus mijn iron hier in de oven gedaan. Dan gaan we toch eens even doorhakken of we nog wat kunnen. Bro, dit is super toevallig, maar we hebben diamonds gevonden. Let's go. Oh mijn god, het zijn er nog veel, hoor. Oké, wacht even. Even kijken, hoeveel hebben we er? We hebben er nu 4. Oké, we hebben er nu 6 in totaal. Oké, ik heb er 2 dus nodig. Volgens mij hebben we net niet genoeg om een zwaardje en een helm te maken. Maar dat maakt helemaal niet uit. We hebben dus diamonds gevonden. Oké, eens even kijken. Ik ben heel eventjes aan het nadenken. Want of ik ga dus een helmje maken, of ik ga dus een zwaard maken. Ik denk dat ik toch voor het zwaard ga. Zo, hoppa. Dan hebben we tenminste het zwaard. En dan... Oh, we kunnen wel boots maken. Oké, laat ik dan wel wat boots gaan maken. Kijk, dan hebben we tenminste nog... Oh, dit is echt top! We gaan Giel vandaag gewoon inmaken. Ik ga nu niet eens meer twijfelen. We gaan Giel gewoon inmaken vandaag. Even kijken, we hebben ook 6... Oeh, wacht eens eventjes. Kunnen wij niet ook iets van die iron maken? Jazeker, we kunnen een helmpje maken. Oké, we gaan een helmpje van maken. Zo. En kijk, dan zijn we toch langzamerhand toch echt aan het upgraden. Wat super goed nieuws voor mij is. Niet voor Giel, want Giel gaat echt verliezen vandaag. Oké, laten we maar verder gaan. Ik wil eigenlijk oprecht gewoon nog diamonds of misschien nog wel een beetje iron vinden voor een chestplate. Ik denk dat oprecht dat we daar gewoon op moeten gaan focussen. Want Giel kennende heeft hij vast wel weer iets in zijn hoofd. Oh mijn god. Dit meen je niet. We hebben diamonds gevonden vlakbij waar we de andere diamonds hebben gevonden. Let's go! Oh mijn god. Dit zijn er nog veel ook. Dus laat het alsjeblieft genoeg zijn voor een chestplate. Of gewoon broeken. Of een broek. Ik wil gewoon een broek hebben dan. Eens even kijken. Hoeveel hebben we er? We hebben er 7. Kunnen we daar wat van maken? Ik denk een broek. Of hebben we er nou letterlijk 1 tekort? Zeg me niet dat ik 1 tekort heb. Oké, we hebben een broek. Dat is in principe helemaal prima. Zo, hoppa. Dan gaan we die broek aandoen. Oké, ik ga Giel vandaag oprecht inmaken. Ik heb nu keiharde vertrouwen hierin. Oh mijn god, we zijn ook gewoon helemaal boven. Hoe heb ik diamonds op dit niveau gevonden? Oh, wacht eens even. Oké. Oh, slime! Ga weg. Oh, rot. Ga weg! Oké, de tijd is in ieder geval om. We hebben geen tijd meer om wat iron te gaan verzamelen voor nog een betere chestplate. Had ik het liefst wel gehad. Dus laten we maar teruggaan naar het kasteel en dan gaan we wachten op Giel. Giel! Ben je er al? Hallootjes! Hallootjes! Wow, wat voor gouden broek heb jij? Ja, nou, die kwam ik dus heel erg toevallig tegen. Maar ik zie al dat jij veel beter bent. Je hebt gewoon... Hoe kom je aan diamonds, man? Hoe heb je dat ooit gevonden? Nou, ik heb er een neusje voor. Ja, ik zie het. Kijk, mijn zwaard, maat. Hoe vet ziet het eruit? Maar hoe ziet een iron pickaxe er dan uit? Want ik heb alleen nog maar een stenen pickaxe. Zo. Oh, wow, wat? Dat heb ik zelf ook nog niet gezien. Hij ziet er heel anders uit dan die stenen, joh. Wat? Hoe ziet deze eruit? Wat? Die bel ook. Dit zie ik ook pas al voor heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk ziet het eruit. Ja, pizza scheppen inderdaad. Maar Saltino, we zijn er maar voor 1 ding gekomen, ja? Ja. En ik hoop dat ik een beetje kans ga maken nog op een manier. Weet je wat, Giel? Ik voel me vandaag heel aardig. Ik geef jou mijn ding. Tunic heet dat ding. Oh, het staat allemaal op mijn Nederlands. Ik kan het niet lezen. Een leren chestplate. Yay. Oké, nou dat vond ik heel erg gul van je, Saltino. Ben je er klaar voor? Oh, nee, tuurlijk niet. Maar oké, laten we beginnen. In 3, 2... Hey. Kom hier, Giel! Wat? Gouden appel? Hoe kom jij aan gouden appels? Nee. Zeker niet. Nee, ja, zeker nee, niet! Nee, bro, nee. Dit was te makkelijk vandaag. Ja, I know! Willen jullie nou zien hoe Giel zulke slechte items heeft kunnen verzamelen in de tijd dat we hadden? Klik dan even op deze video. Hij is echt super leuk. Hier kun je Giel zien. Giel is echt kapot slecht, dus klik er even op. Help hem eventjes. Probeer het even te begrijpen. Weet je wat? Ik ga met je meekijken. Dus druk erop. Snel!